Ja, hier nog eigenlijk een allerlaatste vraag van Pieter. Mm-hmm. Even samenvattend. Mm-hmm. Namelijk, u bent niet tegen biologische producten. Mm-hmm. Wel tegen de stelling dat biologisch de wereld kan voeden. Mm-hmm. Pieter vraagt zich nou af, van, ja, als je het nou hebt over de voedselvoorziening, mm-hmm. de toekomst en ook nu, dan gaat het toch niet alleen over de hoeveelheid voedsel, maar juist ook echt over die verantwoorde voeding en productie, mm-hmm. dierenwelzijn, sociale milieueffecten. Mm-hmm. Ja, maar het is niet zonder meer zo dat biologische voeding duurzamer is of gezonder is. Daar is ook helaas geen aanwijzing. Je zou willen dat het wel zo was, maar dat is dus niet zo. De aanwijzingen die er zijn op gezondheidseffecten zijn zo miniem en zo onduidelijk dat je dat eigenlijk niet kunt meenemen. Waar het om gaat in de wereld in het algemeen en voor ons allemaal is ook om diverse voeding. Dus dat je niet maar één ding of maar twee dingen eet. Dus we hebben heel veel baat bij om die diversiteit in stand te houden. Dus zoveel mogelijk, niet zoveel mogelijk, maar wel zoveel mogelijk producten die in ieder geval gezond zijn. Dus groentes, fruit enzovoort en eiwitten. En als we die in stand houden op zo'n manier dat ze ook betaalbaar zijn voor mensen, dan kom je heel dicht bij een voedselvoorziening voor de wereld. Ja. En natuurlijk moeten er criteria bij als sociale omstandigheden waaronder mensen werken. En ben ik veel bezorgder over de werkomstandigheden in een fabriek dan op het land alleen. Hè. Mensen denken nu alleen maar, oh, er is de boer en er is de consument. Maar wat er aan verwerking in fabrieken gebeurt, ook gewoon arbeidsomstandigheden in een winkel, dat zijn minstens zo belangrijke sociale aspecten. Dus daar moet wetgeving voor komen, dat moet afgedwongen worden. En waar nodig, ja, zie je dat terug in de prijs. Ja. Het dierenwelzijn is een andere factor. Daar, denk ik, hebben we veel voortgang mee gemaakt in Nederland. Dat is lang nog niet zo in de rest van de wereld. En daar zou je dus echt ook op moeten hameren, dat goed komt overal. Dus nogmaals, het is denk ik een proces waarbij we langzaam maar zeker steeds meer leren dingen te doen. Ook steeds beter echte effecten zien en niet alleen maar op basis van wat we denken, maar ook op wat we kunnen meten. Waar we onze emoties ook een plaats geven naast de wetenschap. Ja. Dus eigenlijk is het, als je kijkt naar de intensieve landbouw, mm-hmm. kunnen we ook gewoon kijken wat we kunnen leren van de biologische landbouw. En wat de biologische landbouw... omgekeerd, ja. En er is natuurlijk ook niet één intensieve landbouw. Er zijn een heleboel vormen. En er worden in die intensieve landbouw ook fouten gemaakt. En er zijn ook vormen van, zeg maar, gangbare landbouw die niet intensief zijn. Als je schapen ergens in Hongarije hebt grazen, dat is ook niet intensief. Ja. Maar je moet dus zorgen dat je overal het beste uithaalt. En dat je ook, net zo goed als je een diversiteit aan producten hebt, verwacht ik ook dat je een diversiteit aan landbouwmethoden hebt. We kunnen niet af van dat grootschalige graan produceren, omdat we moeten nu eenmaal graan produceren. Maar tegelijkertijd willen we ook natuurlijk groentetuinen waar mogelijk. Maar soms moet het ook groentekassen worden.